stenen laten leggen. En van dat feit heeft Renze Elsinga een eerste steen ontworpen. En die bestaat nog, want het schooltje bestaat niet meer, want onze betere weters die in de regering zitten, die hebben geoordeeld dat die kleine schooltjes, dat was toch eigenlijk maar niks. Eén grote school waar ook de kleuterschool in opgenomen moest worden. Ik vond het vreselijk en heel veel kleuters met mij. Maar goed, bij het bouwen van die school hebben we die kinderen ook zoveel mogelijk bij betrokken. En dus die eerste steen, dat is duidelijk. Maar wij zijn verder gegaan met het vertellen over bouwen. En dat is in het liedje gekomen. En dat heeft mijn broer Jan gemaakt. En mijn broer Jan is hier niet, want die zit in Duitsland. Er is ook warm. En hij is bijna 90 en hij ziet er tegen die reis op. En nou heeft die dat liedje, heeft hij aangepast en zo. En mij opgedragen het aan u op te dragen, het te zingen. En dat gaan we nu maar doen, denk ik. Eerst even de melodie laten. Eerste melodie, zing jij het maar. De eerste couplet. De metselaar legt stenen voor het huis en dat is hem wel vertrouwd. Hij legt de stenen aan de rechte lijn en nog hier een steen en nog daar een steen en zo wordt ons huisje fijn. Nou, dat kan je niet zo, hè? Ja. Tweede couplet. De timmerman richt de balken voor het huis en hij maakt de dakstoel zelf. De dakstoel zet hij hoog tot aan de nok en de plank nog hier en de spijker daar. En toen wordt ons huisje fijn. De dakdekker legt de pannen op het huis, legt de pannen op het huis. Hij zet de pannen bovenop het dak en een pan nog hier en een pan nog daar. En zo wordt ons huisje fijn. Let's go.
behanger maakt het vrolijk in het huis, maakt het vrolijk in het huis. Hij plakt de mooiste bloemen aan de wand, en nog hier een baan, en nog daar een baan, en zo wordt ons huisje fijn. Nu komen dan de mensen in het huis, en die zijn maar pas getrouwd. Zij maken het gezellig in het huis, en een kind nog hier, en een kind nog daar. Dankjewel, Jan. En zo wordt ons huisje fijn.